Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe vlog van mij en leuk dat je weer kijkt. In deze vlog neem ik jullie mee naar Dubai en dat heb ik natuurlijk al een keer eerder gedaan. Maar ja, er is hier zoveel te zien dat ik lang niet alles jullie heb kunnen tonen. Ik was in maart hier voor mijn babymoon en wij zaten toen in het Four Seasons Hotel. Nou, dat is mijn favoriete hotel in Dubai en dat heb ik ook helemaal toen aan jullie laten zien. Ik ben inmiddels een week in Dubai, ook in het Four Seasons Hotel. En het is hier eigenlijk zo goed bevallen dat we een weekje bij hebben geboekt. Het is hier echter zo ontzettend druk dat er geen plaats meer was in het Four Seasons Hotel. Dus dat wij vandaag gaan uitwijken naar de One and Only Hotel, Royal Mirage. En dat is eigenlijk ook een heel mooi resort hier in Dubai. Is ook zeker een aanrader. Nou, de week dat we hier in het Four Seasons zaten heb ik eigenlijk helemaal niet gevlogd. Sowieso omdat ik jullie natuurlijk al een keer had meegenomen naar het Four Seasons in Dubai. Maar ik moest ook gewoon een beetje bijkomen van afgelopen maanden met mijn vader. Lockdown, weer een halve lockdown. Natuurlijk best wel veel stress gehad door alles. Dus ik wilde even een weekje helemaal tot rust komen. En ja, dat is eigenlijk wel gelukt. De transfer naar One and Only leek me leuk om wel even aan jullie te laten zien. Want daar hebben jullie natuurlijk nog helemaal niks van meegekregen. Nou, het is hier echt super druk bij de uitcheck van het Four Seasons Hotel. En nou ja, waarom is het hier zo druk? Dit is eigenlijk een van de weinige plaatsen waar helemaal geen lockdown is. Alle restaurants zijn gewoon open, alle hotels zijn gewoon open. Dus heel veel toeristen van heinde en ver komen lekker hier vakantie vieren. Onze bagage, nou, dat is dus reizen met een kind. Daar hadden we dus een extra grote taxi voor nodig. En dit is One and Only Hotel Royal Mirage. Arabian Court, dat is heel mooi Arabisch altijd ingericht. Vinden we altijd leuk als we in Dubai zijn. Hallo! Good morning! Ah, yes! Thank you so much. Ja, dus wordt hier nog wel altijd de temperatuur gecheckt. Oh, nou, een gong als welkom. Hartstikke leuk. Thank you! Very nice! Hallo! Prachtig, hè? Hallo. Nou, we zijn inmiddels aangekomen bij het zwembad en het is hier altijd een heel gemoedelijke sfeer. Vaak wel wat ouder publiek, veel gezinnen, dus als je hier met je kindjes naartoe wil of als je wat ouder bent dan 30 plus, dan is het een heel leuk resort om op te bezoeken. Er zit hiernaast ook een hele hippe strandclub genaamd Drift. Misschien dat je op de achtergrond, terwijl ik film, de muziek ervan hoor. Maar ik kom daar vast nog wel een keer langs om te filmen. En Alexandertje, die ligt in zijn bedje. Dit is trouwens een heel handig bed, vind ik zelf. Van Babymove. En hij is nu inmiddels 6 maanden, dus hij wil gaan zitten. En hij probeert zelfs te lopen en te kruipen en weet ik veel. Dus ik leg hem gewoon altijd op een stoel en dan in zo'n strandbedje. En daar heeft hij het altijd heel erg naar zijn zin. Ja, je probeert weer te gaan zitten, schat. Kom maar. Ga maar eens even zien hoe goed je kan zitten. Hé, kom. Ga maar even zien hoe goed je kan zitten. Goed zo, hè. Ja, goed zo. Ik vind het nog een beetje te gevaarlijk om hem continu te laten zitten. Dus ik laat hem voorlopig even liggen. Dus gaan we lekker genieten.
Zo, nou, ik ben vanmorgen wakker geworden in Royal Mirage Hotel. En ik heb al anderhalve week aan het zwembad gezeten. Dus ik had nu zoiets van, nou, ik vind het nu wel leuk om iets te doen. En ik ga dus naar de mall, naar de Dubai Mall om precies te zijn. En waarom ga ik daar naartoe? Ik wil gaan kijken of het misschien mogelijk is om een Size Zero vestiging te openen daar. Het is eigenlijk altijd mijn droom geweest om in de Emiraten iets te openen. Zeker op het gebied van afslanken en beauty, want dat loopt hier gewoon heel goed. En dan het liefste natuurlijk in, in zo'n locatie als de mall, want daar komen gewoon ontzettend veel mensen. Daarnaast heb ik wel altijd de wens gehad om bijvoorbeeld in Dubai te wonen, deels of helemaal. Dus als dat zou kunnen doordat hier een van onze zaken gevestigd zit, dan zou dat natuurlijk wel heel leuk zijn. Nou, dit is dus eigenlijk een beetje Dubai. De zon die schijnt altijd hevig. Het is eigenlijk echt woestijn. Alleen hebben ze heel veel grote gebouwen hier geplaatst. Heel veel winkels, heel veel zaken, heel veel kantoren. Het is echt een ideale plek om te ondernemen. Dus ja, als dat geregeld kan worden, die shop, dan is het echt een droom die werkelijkheid wordt. Henry, de makelaar van de mall, die heeft mij even meegenomen naar Sisters. Dat is een heel bekend beauty concept hier in Dubai. En zij zitten ook in de mall. Ik moet zeggen, op niet een hele goede locatie. Of althans, de locatie is tegenover Offers van Emaar. Emaar is trouwens de makelaar die verantwoordelijk is voor de verhuur. En zij zitten zeg maar hiervoor. Nou, ik kan er niet echt helemaal voor gaan staan filmen, dat is misschien een beetje gek. Maar dit is dus de entree. En het ziet er naar uit dat ze best wel een grote winkel hebben. Nou, waar we ook aan zaten te denken, was om bijvoorbeeld geen Size Zero shop te openen, want het is natuurlijk een enorme prijs qua huur. Maar bijvoorbeeld zo'n klein toko in het midden van de gang te huren. En dan puur het Mr. & Mrs. Green project. Dat leek ons boeiend om te doen. So this is the first store. This is nearby the parking. En de taxis. Ik ben nog even in het Engels aan het praten, maar dat is dus helemaal niet nodig. Dit is eigenlijk de store die beschikbaar wordt. Het is 150 vierkante meter, 150 square meter. En dat is eigenlijk nu nog een nail spa. Nou, gisteren ben ik urenlang in de mall geweest. En het was ontzettend leerzaam. Waar moet je wel zitten en waar moet je niet zitten? Nou, meerdere locaties ook bezocht. En als het goed is, krijg ik later deze week een voorstel. Wat het allemaal inhoudt om in de mall te huren. Nou, of we dat allemaal gaan doen, dat is nog een heel groot vraagteken. Want een zaak in Dubai, ja, dat is natuurlijk niet niks. Qua kosten niet, maar het is ook niet om de hoek. Dus als er een keer iets mis is en ik ben in Nederland of België, dan wat doe je dan? Dan is het niet zomaar even, ik stap in de auto om het op te lossen. Vandaag heb ik lekker aan het strand gezeten. Er is bij One & Only is een heel mooi strand. En vanavond ga ik eten in Zuma. En Zuma is een eigenlijk nummer 1 restaurant in Dubai. Het is een Aziatisch restaurant. Heeft al meerdere prijzen ook gewonnen hier in Dubai. En vorige keer toen ik er was, zijn we er helaas niet geweest. Wel geboekt, maar ik had toen hoofdpijn, zwanger. Ja, dan heb je af en toe een kwaaltje wat roet in het eten gooit. Maar ik ben nu niet zwanger. Ik voel me kerngezond. Dus wat dat betreft vond ik het nu wel echt de tijd om Zuma absoluut niet over te slaan. En ik neem mijn cameraatje natuurlijk mee. Hallo Alexander. Ga jij ook mee naar Zuma? Hey. Ga jij ook mee naar Zuma, Apie? Wie is mijn lievelingsapie? Ben jij mijn lievelingsapie? Ja, hè? Gezellig.
zo. Nou, ik had gisteravond dus mijn camera mee naar Zuma en ik mocht helaas niet filmen binnen. Dat moest allemaal speciaal voor worden aangevraagd en dat mocht niet gefilmd worden en dat mocht niet gefilmd worden en allemaal heel erg interessant doenerij. Dus ja, ik heb geen opnames van het eten en niet echt van de locatie helaas. Wel heerlijk gegeten overigens, dus mocht je een keer in Dubai zijn, dan is Zuma zeker een aanrader. Je mag er alleen niet filmen en fotograferen, dus ja. Voor de bloggers en vloggers onder ons is dat denk ik een beetje jammer. Zo, nou, het leek me sowieso even leuk om wat van het hotel te laten zien. Het hotel is heel erg resortachtig georiënteerd. Dus dat betekent dat het aan het strand zit. Hele mooie tuin erbij inbegrepen is. Ja, dat het echt wel gericht is op ontspannen en relaxen. En ik zelf vind het altijd heel leuk om aan het strand te zitten hier. Je hebt hier echt een prachtig strand. Een prachtig strand. Het is hier geen Malediven, maar het is gewoon heel mooi en netjes opgezet. En wat ik altijd heel leuk vind aan Dubai zijn de skylinen. Nou, wat ik ook leuk vind aan het hotel, het One and Only Hotel, is dat het heel erg gericht is op gezinnen. En dat is natuurlijk altijd wel heel handig als je een kind hebt. Maar naast One and Only is ook een hele hippe beachclub genaamd Drift. Dus eigenlijk is hier voor elk wat wils. Ja, keiharde muziek. Dus met baby is het even wat minder handig om hier te komen zitten. Ondanks dat Alexander heel veel van muziek houdt, maakt het hem ook heel druk. Dus we hebben er even voor gekozen om gewoon rustig op het strand te blijven. Maar dit is dus Drift Beach Club. Een hippe strandclub wat zeker een aanrader is om te bezoeken als je geen baby's hebt. Nou, wat wij zelf altijd doen als we hier in One and Only Hotel zitten, is nou, dus op het strand zitten of aan het zwembad. We hebben altijd lunch hier in Ozone. Dat is eigenlijk een heel leuk strandclubje. Waar je dus echt pal aan de zee en aan het strand kan genieten van een heerlijke lunch. En overigens ook avondeten. Maar ja, zelf eten wij 's avonds altijd elders. Maar voor lunch is dit echt de perfecte plek om even rustig van eten te genieten. Wat ik persoonlijk heel leuk vind aan de One and Only Hotels is dat er altijd een hele mooie tuin bij aanwezig is. En nou ja, we hebben in Dubai hebben we One and Only de Palm. Daar zitten we niet. Dat is een heel mooi luxury hotel op de Palm, gedeelte van Dubai. Maar wij gaan altijd naar One and Only, of niet altijd. Wij gaan dit keer. Zijn we naar One and Only Royal Mirage gegaan. Dat is een tweede resort van het One and Only keten. En wat wij daar heel erg leuk aan vinden is dat er een hele grote tuin bij zit. En dat is gewoon sowieso qua ambiance heel leuk, vind ik zelf. Maar het is ook wel even lekker, aangezien we de hele dag aan het eten zijn. Dat dat je af en toe gewoon even lekker een wandelingetje kan maken. Vind aan de One and Only Hotels is dat er altijd een hele mooie spa bij zit. Nou, in verband met corona is die op het moment gesloten, maar ja, voor de echte healthy liefhebbers en sportliefhebbers is het een hele mooie spa / sportclub / hammam. Dus eigenlijk, ja, dit resort is er helemaal op ingericht om lekker tot rust te komen, lekker te relaxen, te sporten, gezond te eten. En echt, ja, te genieten.
En dat is dan ook wat wij voornamelijk aan het doen zijn. Dan ben ik eigenlijk nu aangekomen bij het zwembad van One & Only. En dat is eigenlijk centraal gelegen in het resort. Hier is de lunchzaak, de strandzaak Ozone, waar ik net over vertelde. Dus eventueel ook mogelijk bij Ozone om op het, echt in het zwembad te eten. Vond ik op zich altijd heel leuk. En vanuit hier heb je eigenlijk een hele mooie overview van hoe het zwembad is opgezet. En zoals je ziet zijn er heel veel kindjes. Althans, ik weet niet of jullie dit goed kunnen zien, maar voor een familievakantie is dit echt een perfecte plaats. Nou, in principe heb ik deze laatste keren in Dubai niet heel veel gefilmd. Dat had ik natuurlijk al een keer eerder gedaan. Dus mocht je echt een lange reportage zien over Dubai en alle hotspots, dan adviseer ik je om wat terug te scrollen in mijn YouTube tijdlijn. Dan geef ik op zich meer tips over wat er allemaal te beleven is hier. Mijn vakantie nu in Dubai was eigenlijk met name om tot rust te komen, dus we hebben niet heel veel gedaan. Ik heb de eerste week, zoals ik al zei, helemaal niet gefilmd. Omdat ik echt even tot ontspanning wilde komen na afgelopen hysterische jaar. De tweede week, toen we eigenlijk verhuisden naar One & Only Royal Mirage Hotel, zijn we eigenlijk met name in het hotel gebleven. We zijn één keer zijn we naar Zuma gegaan. En daar mochten we niet filmen, dus dat is op zich wel heel erg balen. Maar het enige wat ik eigenlijk jullie mee kan geven is dat One & Only Resort een heel prettig resort is om met je gezin naartoe te gaan. Maar eventueel ook als je nog geen kindjes hebt. Want zoals ik al heb laten zien is het voor elk wat wils. Met een hippe beachclub, maar ook met een heel gezellig familierestaurant en familiezwembad. Het is vandaag helaas de laatste dag. En dat vind ik heel erg jammer, want ik voel me altijd ontzettend thuis in Dubai. Eigenlijk meer nog dan in Nederland. Of België waar ik woon. Hopelijk kan ik met ons concept, met Sizero of met Mr. en Mrs. Green in onze productlijn iets leuks opzetten hier in de Emiraten. Want ik vind het helemaal niet erg om hier wat vaker naartoe te kunnen. Wordt vervolgd. Stewardessen blijven. Ja, zo cool.